feest is afgelopen. Sarah ligt op bed. En nu gaat voor ons volgende feestje beginnen. Goedemorgen, het is vrijdag. Vandaag een haas- en rendag. Want ik had wel je potverdeling. Vandaag breng ik natuurlijk de mijne naar school. Maar vanavond na school heb ik verder kinderfeestje. Dus vanavond heb ik bijna 30 kinderen. Die moeten ook gevoed worden. Dus ik ga heel veel moeten voorbereiden. Ik ga ook zo mijn boodschappen van morgen. Nee, vanmorgen klaarleggen. Wil jij maar even gewoon door eten, want we moeten zo de deur uit. Dan heeft Sarah de grote verjaardag met alle familie en zo. Vertel het dan later wel, want de kar staat apart. Dus dat is helemaal top. Ik heb de laatste dingetjes voor vandaag gehaald. Dus nu gaan alle voorbereidingen beginnen. Tussendoor nog wel de overblijf. Dus ik moet even goed nadenken dat ik niet dadelijk iets in de oven heb staan en dat ik dan weg moet. Marcus nog even de deur uit voor werk en ik weet ook niet precies hoe laat hij thuis komt. Dus ik moet er gewoon even van uitgaan dat hij niet thuis is. Dan weet ik zeker dat ik goed zit. Even laatste boodschappen dingetjes opruimen en dan ga ik heel veel snijden. Het begint al goed. Ik was alleen nog de komkommers aan het openmaken. Meer heb ik nog niet gedaan. Ik snij alweer mijn vinger open. Bezig met versieren voor vanavond. Ik heb wel deze over de kast. En ik heb deze partytime lampjes. Die ga ik ophangen. Allemaal dat soort dingetjes. En de airfryer staat ook aan. Want ik ben allemaal van die aardappelsnackjes aan het voorbakken. Ik heb alleen maar hapjes, zeg maar, die in de categorie fingerfood een beetje vallen. Dat vind ik wel zo makkelijk met de kinderen. Want anders moeten ze gaan zitten of zo. Nou, dat schiet natuurlijk voor gemeten op met een disco. Ik zal heel veel met alles klaarzetten en die zal halen. Ben je vast aan het oefenen? Gaan we vast dansen? We zijn al heel ver met klaarmaken, dus... Ja. Nou, laat eens zien, jouw moves. Waar ben je nou? Laat eens zien. Even mijn arm, schat. Hoe doe je je moves? Nee. Zo. Nee. Bobbeling, 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 bobbeling,
Bobbeling, bobbeling, bobbeling, bobbeling, bobbeling, bobbeling bier. Is de bobbeling, 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 bobbeling bier. Bewegen. En nu? En nu? Hand op de grond. Gaan we zo dansen dan. Nu tijd om te gaan tutten. Sarah mag bijna nooit make-up van mij, want ik vind dat gewoon onzin op deze leeftijd. Maar ja, met je eigen discofeestje moet je natuurlijk wel make-up. Heb je je kruk? Ja. Ja? Mag je hem daar even neerzetten, want daar heb ik het beste licht. We gaan het wel even in de badkamer doen. Dat is zo, bam, die staat. Zelf klaargemaakt ondertussen. Ik heb deze jurk aan. Die is van Karen Millen. En mijn pumps van Doen. Die vind ik zo gaaf. En nu wachten op de kindjes. Ik heb er echt zin in. Dit allemaal nalopen. Zij is voor de 30ste keer de pakjes aan het reorganiseren. Dus we hebben deze pakjes hier. En daar hebben we discoballen. Daar hebben we niks specifieks. Daar heb ik discolampen. En dan hebben we, oh wacht, in de vensterbank. Daar hebben we ook nog, ja het lijkt heel klein, maar die geeft heel veel lichtjes. Daar een bolletje met kleureffect. En dan hebben we hier ook nog een boog. Die is ook dadelijk kleur. En de letters, als die aan zijn, is ook met een kleurtje. En op het dressoir dan komt dadelijk alles van hapjes. En dan heeft Sarah de tafel om de cadeautjes op te doen. En gelijk heb ik op die manier daar de keuken afgedekt, want ik maak daar dadelijk ook al het eten. Dus dan heb ik de oven, de airfryer, alles tegelijk aan, allemaal hete dingen. Dus ik wil gewoon niet dat die kinderen daar op dat moment zijn. Dus kijk, en zo heb ik daar de tafel nu voor staan. Dus dan ja, stopt die loop een beetje. En de kinderen nu van wat? Heel veel plezier, Ik denk dat het nog binnenkomt. Kijk, ik heb nu 6000 cadeautjes voor mij. Ik zou het schat. Feest is afgelopen. Sarah ligt op bed. En nu gaat voor ons volgende feestje beginnen. Want chaos, we hebben echt al heel veel opgeruimd. En we moeten omveren voor het volgende feest morgen. Oh, maar echt. En echt, ik had zo verschrikkelijk veel eten voor die kinderen. Maar weet je, vorig jaar hebben we dit ook gedaan. En toen hebben ze ook echt wel heel veel gegeten. En toen had ik dit jaar echt nog een stuk meer gehaald. Nou, we konden het gewoon niet aanslepen. Dat is allemaal opgegaan. We hebben echt nog, ik had nog reserve. Ik had gewoon cocktailworstjes en zo in de la gegooid. Ik denk, ja, weet je, als die niet opgaan, dat blijft weet ik veel lang houdbaar. Dus dat kan geen kwaad. Nou, dat is ook allemaal opgegaan. Toen hebben we echt op een gegeven moment de cassava chips, weet ik veel, rijstwafels uit de kast tot popcorns te maken. Alles om die kinderen maar te voeden, want ze bleven eten. Nou, echt, ik weet niet of ze moeilijk eten zijn thuis, maar hier, ze hebben staan bunkeren, niet normaal. En wel leuk, ja, het is echt een chaos op die tafel, want alles is er opgegooid en al die kinderen staan kijken. Maar het zijn de meeste cadeautjes die ze heeft gehad, dus echt wel heel veel.
Maar morgen na het feest doe ik elk jaar voor haar, stal ik de cadeautjes mooi uit. En dan zet ik erbij en maak een foto. Maar dan zal ik, vorig jaar was ik te laat, had ik de helft opgeruimd. Toen dacht ik, oh ja, vlog is misschien ook handig. Dus nu ga ik het proberen wel te doen. En dan alles bij elkaar. En het is ook voor haar zo leuk voor later, om dat dan allemaal te kunnen zien. Maar ze is nu ook wel echt heel blij met de cadeautjes. Ze heeft ook allemaal LOL dingetjes gekregen. En Fingerling, die vindt ze ook helemaal geweldig. Dus als je ooit een cadeau voor een meisje in deze periode moet. Unicorn dingetjes. Deze is ook weer helemaal blij mee. We hebben van de week knuffels weggedaan. Maar ja, het is wel een unicorn. Maar zij was ook bijvoorbeeld heel blij. Dit jurkje wilde ze heel graag. Die heeft ze. Ze heeft een nieuwe muts die aan zijn lijstje zet. Dit is de nieuwe badjas. Echt superveel gekregen en echt heel leuk. Het is zo mooi ook hoe blij ze er dan mee is met alles. Nou, echt een heel stuk opgeruimd. En ik was even moe, toen dacht ik, laat ik maar vast. Ik heb 60 ballonnen om op te blazen. En die heb ik echt allemaal nodig, dus daar ga ik nu maar aan beginnen. 60 pastel ballonnen opblazen. Ballonnen ever. Echt als ik mijn allerhardst blaas. Echt gewoon dit, hè. Ik kom er gewoon niet doorheen. Ik zit strekken en te strekken. Ik heb het gevoel dat hij mijn hersenen terug eruit blaast. Het slaat helemaal nergens op dit. De kinderen hebben zoveel gegeten, dus nu zitten we samen om 10 uur 's avonds soep te eten op de bank. Dan gewoon nog honger hebben. De kinderen hebben ons eten opgegeten. Maar die aten echt niet normaal veel. Niks meer van ons. Ik had 3 kipstukjes en 3 aardappeltoefjes. Oh ja, en 1 koktoebordje. Dat was mijn avondeten. Echt niet normaal. Maar goed, ik had zoiets, de kinderen moeten daar allemaal naar bed. En wij kunnen in principe heel de avond nog eten als we willen. Alles is versierd. We wilden dat echt heel graag af hebben dat als Sarah morgen beneden komt, dat gewoon de kamer klaar is, mooi is en niet dat we dan alles moeten versieren.
Ik heb ook echt geen zin om het nu te laten zien. Dus als je wil zien, het is echt tof voor je. In ieder geval, wij vinden het echt wel heel tof voor je. Maar ik laat het morgen zien. Dus dan vooral morgen ook even kijken. Ik drink nu even mijn thee op en daarna ga ik ook slapen. Maar Marco is al naar bed. Ik kan dat nooit om dan gelijk naar bed te gaan als ik bezig ben geweest. Want dan is mijn hoofd zo druk. Dus gewoon heel even rustig zitten. Even een theetje. En dan even al die gedachten in mijn hoofd eruit. En dan lekker naar mijn bed. En dan kan ik wel gewoon goed slapen. Maar nu ga ik de vlog afsluiten. Ik heb geen zin om te praten. Ik wil je wel bedanken voor het kijken. Ik hoop dat het een leuke vlog is geworden. Het was ondanks alle stress wel een hele leuke dag. En ik hoop je morgen te zien. Doei doei!